Mijn mooiste regenboog was heel lang geleden toen ik met mijn ouders op vakantie was, met mijn gezin. En we waren in Zuid-Frankrijk en opeens zagen we een hele grote regenboog. En dat inspireerde ons om zelf kinderschmink te kopen in de winkel om de hoek. En toen hebben we allemaal verschillende kleuren kleren aangetrokken. Mijn vader rood, mijn moeder geel, ik groen, mijn zusje oranje en mijn andere broertje, nou ja, nog een andere kleur. En toen zijn we op de grond gaan liggen en hebben we een foto gemaakt waarin wij een soort regenboog vormden. En die foto vond ik zo te gek dat ik denk dat die ook voor mij de grote drive is geweest om later zelf fotograaf te worden en opnieuw te proberen dat soort foto's te maken. Raduga is heel belangrijk omdat regenbogen niet alleen hele mooie dingen zijn om in de lucht te zien, maar ze je ook daadwerkelijk kunnen inspireren om datgene te doen wat je moet doen in het leven. En daarom steun Raduga. Dat is een hele moeilijke naam, maar het betekent regenboog in het Russisch.